enige echte Martin Korenstra. Eigenlijk ja, wel. Ja, het is echt fantastisch, die man. Dan zie je hem het podium oplopen en dan merk je gewoon, er gebeurt iets in de zaal, weet je wel. Die man heeft een bepaald enthousiasme over zich. Dat is zo aanstekelijk. Echte flair. Ja, ja, ja. Hij is helemaal geknipt voor ook het onderwerp genezingsdienst. Dat is natuurlijk wel een verhaal. Het was ook echt een genezingsdienst. Het was een ja, elke zondagavond is er bij Opwekking een genezingssamenkomst. Dus dan gaan ze dan 3 kwartier of een uur... Dit jaar was het trouwens 5 kwartier. Gaan ze dan aanbidden. God prijzen. 5 kwartier? 5 kwartier lang. Ja, dat was niet normaal, want ik dacht, ik wacht op die preek. Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik na 3 kwartier van, nou, het duurde wel heel lang. Dus ik ging Nederland-Portugal aanzetten. Oh joh. Een voetbalfinale. The Nations League. The Nations League. Ja, ik dacht van, ja, ik blijf niet wachten. Ik ga even wat anders doen. Ja, dat was ook niet onbelangrijk natuurlijk. Nee, daarom. Maar op een gegeven moment toen had ik net die livestream van Nederland-Portugal aangezet. En dan komt hij hoor, die Korenstra. Stapt hij zo op het podium op. Dus, en toen kon je de livestream gelijk weer uit. Ja, ja. Dus ik moest weer aan het werk. En nou, het is echt die man joh. Als je het hebt over enthousiast Jezus volgen, dan denk ik gelijk aan hem. Want hij gaat dan natuurlijk een inleidingspraatje houden om zeg maar, de mensen een beetje warm te krijgen voor die genezing samenkomt. Want ja, laten we eerlijk zijn, er moet ook wel een beetje een goede stemming zijn om een spetterende samenkomst van te maken. Dat hoort helemaal bij dat fenomeen, laat ik maar zeggen. Maar dan begint hij dus aan een schitterend verhaal over een weduwe uit, ik dacht uit Lucas 7, die haar zoon heeft verloren. En dan schittert het heel erg sterk dat contrast tussen aan de ene kant zeg maar, die rouwstoet die met die weduwe loopt. Mm. En aan de andere kant Jezus en zijn discipelen die eigenlijk vol vreugde zijn. Want die hebben daarvoor nog een wonder verricht, weet je wel. Die helemaal enthousiast voor Gods Koninkrijk aan de slag zijn. Ja. En dan zit hij dus heel sterk, dat vind ik heel sterk van hem. Zet hij die twee lijnen houdt hij bij elkaar, zeg maar. Het is niet van alleen maar halleluja en vreugde in Gods Koninkrijk. Alleen maar wonderen, zo is het niet. Er is ook dood, er is ook ellende en verdriet. Hij is ook eerlijk daarin. Hij is daar heel eerlijk in. En hij zei ook voorafgaand aan die samenkomst, van dan gaan mensen vanavond niet genezen. Dus eigenlijk zet hij daarmee gelijk de toon van dat hij geen verkeerde verwachtingen schetst bij het publiek natuurlijk. Hij zei, we gaan vanavond niet mensen genezen. Zei hij van, God gaat dat doen? Of... Ja, nee, natuurlijk, uiteindelijk... Uiteindelijk komt alles bij God neer. Maar, Ik bedoel van, hij zei, er zijn ook mensen die vanavond niet genezen worden, bedoel je? Ja, dat zei hij. Want uiteindelijk is natuurlijk God degene die het gebed verhoort. Hij kan nog zo enthousiast zijn. Precies, ja, we hebben uiteindelijk dat niet in de hand. God is soeverein. En ik vond dat hij dat wel goed deed. Want vaak hebben mensen toch een beetje de indruk, denk ik, bij een genezingssamenkomst van... We gaan met z'n allen genezen vanavond. Want die stemming hangt er, vind ik wel eens, bij andere samenkomsten wel eens. Oh ja. Alsof dat zeg maar een soort vanzelfsprekendheid is. Dus je gaat naar Jan Zijlstra en je wordt genezen. Maar zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Nee. En die Martin Korenstra, legt daar even de vinger op. Daar werd je ook wel enthousiast van. Ja, daar word ik enthousiast van. Ja. Ik hou van mensen die gewoon eerlijk zijn en mensen behandelen als mensen en niet als kleine kinderen. Die je maar aan het handje kan houden en mee kan doen wat je wilt. Ja, ja. En wat ik ook goed vond trouwens, want elk jaar is er natuurlijk zo'n opwekking, zo'n genezingssamenkomst. En ze hebben een aantal mensen aan het woord gelaten die vorig jaar ook een wonder hebben meegemaakt. Oh, wow. Om daarover te getuigen en ook te vertellen hoe het vandaag de dag met ze is. En ik denk, dat is alleen maar goed. Want laten we eerlijk zijn, er worden ook heel veel mensen genezen die gewoon een dag later, of misschien zelfs al een paar uur later, gewoon weer ziek zijn. Want tijdens een gebed ontstaat er een bepaalde sfeer. En door die adrenaline stoot die mensen krijgen, verdwijnt soms gewoon even de pijn. Want voelen dat niet meer. Ze voelen het even niet door die enorme intensiteit van zo'n zaal die natuurlijk meeleeft. Door de muziek die speelt. En dan is het natuurlijk mooi als je een jaar later een getuigenis hoort van iemand die kan laten zien dat hij nog steeds gezond is. Ja. Daarmee laat je ook zien, vind ik ook een soort van follow-up zeg maar, van het jaar daarvoor. Laat maar zien wat er vorige keer is gebeurd. Juist. Zeiden ze ook bijvoorbeeld dat er ook genezingen weer waren teruggedraaid tussen aanhalingstekens? Dat die mensen niet meer hadden of werd dat niet aan het woord gelaten? Nee, daar lag niet zo de nadruk op. Maar ik denk ook niet dat het echt de juiste plek is daarvoor. Dan zou je een keer misschien in een seminar of zo, dat klopt. Inderdaad aan het woord kunnen laten. En weet je, dat je die mensen dan aan het woord laat een jaar later, vind ik ook wel
eerlijk, ook weer, ook ja. weer eerlijk. Ja. Ja, ja, vind ik ook, ja. Ja. Waarom tien dochters? Maar ik weet iemand die het wel kan, dat is Jezus. En die Jezus zei tegen jou, tegen hem, tegen mij, het is beter voor u dat ik wegga. Want als ik wegga, dan kan de Heilige Geest komen. En kan die jongens en meisjes van 12, van 14, 13, 17, 15 zomaar gebruiken door kracht. Als wij dan met elkaar voor hem gaan bidden en verwachten dat God hem omdoet. En ik vind het in Paulus net zo spannend als jij. Want ik heb geen garantie dat het wonder altijd gebeurt. Maar ik heb geloof, ik heb uitgesproken God, ik wil gehoorzaam zijn. En hij heeft ons uitgenodigd om zieken de handen te leggen. En laten we nou al gewoon gehoorzaam zijn. En vragen aan Jezus om te doen. En geloven dat hij zijn werk doet in deze prachtige wereld. Gaan we elkaar bidden? Bid gewoon op die plek. Als wij gewoon honderden bidden. En verwachten dat God een wonder. Gaat God je absoluut in je wil geven. Dat kan niet mis. Ja. Even pijn denken. En nu pijn. Gaan we zien staat. Ik heb een kleine slag draaien aan mij. Ik ga zo bidden voor je. En Jezus staat. Ik ga zo de hand op je leggen. Vind je dat goed? Zoals Jezus zei. Leg op zieken de handen. En ze zullen genezen. En ik voel gewoon die opdracht. En ik ben niet specialer dan jou. Weet je wat? We zijn allebei even speciaal. We zijn allemaal speciaal. God heeft geen lievelingen, hij heeft alleen maar lievelingen. En de kracht van zijn geest in mij is dezelfde kracht die hij in jou wil laten herkennen, jullie. Heer Jezus, u bent hier. En deze jongen gaat de uitdaging aan om te geloven dat u vanavond de wonder doet. Heer Jezus, ja, laat hem geschieden naar zijn geloof. Zoals die bloedvloeiende vrouw gewoon maar midden in de wandeling van Jezus komt en hem aanraakt. In de naam van Jezus, knie wordt gezond. Zomaar. In de naam van Jezus, zeg ik, knie wordt gezond. In de naam van Jezus, bid maar mee als je in de zaal bent. Zeg maar tegen God, gewoon laten we samen één groot gebed bidden. En spreek het maar uit, niet alleen je hart, maar durf maar jouw woorden uit te spreken. God, oefen maar in het bidden. En een uitspreken van kracht van God. In de naam van Jezus. Dank u dat u de kracht overkomt. En dat hij zal springen. In de naam van Jezus. Dat zijn knie herstellen zal. Heer, ik spreek uw spoedig, uw krachtig herstel over mij. In de naam van Jezus. In hem een paar. Jawel. U bent hier. Jawel. Dank u dat u kracht overkomt. In de naam van Jezus. Ontvang maar een wonder. Wie de Heer verwacht, krijgt nieuwe kracht. Uw ogen gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan. Jonge mensen wiens hart naar u uitgaat. Mensen die roepen tot u. In de naam van Jezus. Raak hem aan. Word gezond. Word gezond. In de naam van Jezus. Jawel. In de naam van Jezus. Knie wordt gezond op dit moment. En pijn verdwijnt voor de kracht van Jezus. Amen. Amen. Er gebeuren niet alleen wonderen hier vanavond, maar ook vandaag zijn wonderen gebeurd op de velden hier buiten. Daar zijn grote, prachtige dingen gebeurd. En voordat wij de mensen vragen om te komen voor gebed, ouders, kinderen straks eerst, willen we jullie eerst iets laten zien van wat God vandaag heeft gedaan hier op de velden. En ik wil de mensen die dat hebben meegemaakt, wil ik uitnodigen om hier te komen op het podium. Oké, nou deze mensen die hebben allemaal een verhaal. De een omdat hij heeft gebeden, de ander omdat hij is genezen. En dat zit zo in elkaar. Maar jullie horen niet alleen het getuigenis. We zullen jullie ook nog straks een filmpje laten zien waarop je kunt zien wat God heeft gedaan. Maar we gaan eerst even luisteren hoe het gegaan is vandaag. Ga je gang. Nou, dat was echt geweldig wat God heeft gedaan. We waren aan het lopen met een groepje om te bidden voor zieken. En waarom doen we dat, bidden voor zieken? Omdat Jezus heeft gezegd van
Als je mij volgt, zullen deze tekenen je volgen. Zieken zullen genezen. Dus dat zijn we gaan doen. En we liepen daar en we kwamen deze meneer tegen. En je stond toen niet, maar je zat in een rolstoel. En hoe lang, je zat al... Ja. En dat was geen kleinigheid, want we horen dat je al 9 jaar in een rolstoel zit, omdat je spierdystrofie hebt. Je vrouw zei van, nou, er gaat echt niks mee gebeuren, want je hebt medicijn al gehad en alle doktoren bezocht. En het is gewoon, er is niks aan te doen, dus doe geen moeite. En we zijn toch gaan bidden, en gaan bidden, en gaan bidden, en gaan bidden. Het heeft best even geduurd, ik denk dat we ongeveer 10 minuten gebeden hebben. En op een gegeven moment, wat langer, no? Oké. Kom iets ervoor, Okay. Zo, hier. Nee, ja. En... op een gegeven moment, je stond helemaal krom en je kon niet lopen, maar je deed een paar pasjes, dus je stond zo als een gedurende. En op een gegeven moment ging je rug recht en recht en stond je rechtop voor het eerst in 10 jaar. En ja, dat was fantastisch. Ja. En je kon lopen en fietsen, heb ik gehoord. Je hebt een stukje gefietst vandaag. En, gefietst? Ja, gefietst. Man toch, ook nog. Dus... Ja, dus ja. Jullie waren aan het bidden. Jullie baden voor meer mensen op de velden hier. Ja. En jullie kwamen toen bij deze man aan, zeg maar. En die zat daar in die rolstoel, verlamd, al 10 jaar in een rolstoel. 10 jaar in een rolstoel, ja. Een spierziekte. Spierdystrofie. Spierdystrofie? Ja. Oké. Okay. Ik liep dus 90 graden krom, ik kon alleen maar zo. En meer kwam ik niet omhoog. Nee. En ja, door het wonder van God boven... Ja. Dus die gasten kwamen langs en die begonnen voor je te bidden. En die begonnen te bidden. En wat voelde je toen? Ja, wat voelde je? Eerst eigenlijk helemaal niks. Nee, want ik denk... Omdat ze door moesten bidden, hè? Ja. Ja. Maar naderhand, ja, het is gelukt en toch door God. Ja. En ik ben gelijk... Laat hij nou even nog vertellen, we gaan het zo verder zien. Ik ga zo weer naar jou luisteren. Toen hebben jullie voor hem gebeden, toen stond hij op en toen bleek... Dat hij geen kind van God was? Wat was het toen? Nee, iemand zei het ook van, hij is geen gelovige. Oké, nou dat is. dat is geen probleem, dat maakt niet uit. Dus, en toen? En toen hebben we met hem gebeden. Je hebt de Heer aangenomen, je hebt het zondaarsgebed gebeden. Heeft hij Jezus aangenomen? Oké. Wacht even. Toen heeft hij, het was nog leuker, want er was een slootje erachter. En dan hebben we hem meteen gedoopt. De eerste doopdienst op Walibi. Ja. En toen, hij is eruit gekomen weer, zie ik. Dus dat is goed gegaan. Ja, het is goed gegaan, ja. Ja, en dus ja... Ja, en toen? Wat is er toen gebeurd? Nou goed, om het even te laten zien, er is een filmpje van gemaakt. Daar gaan we eerst even naar kijken en dan gaan we nog even luisteren wat er verder gebeurd is. You can lip read? Okay. This woman has been... deaf since she was born. She doesn't know what it is to hear. So you can read my lips. So I'm going to turn away and say a word. 27. Nope. She can't hear. She needs to lip read to hear what I'm saying. Let's heal these ears. She hasn't heard a word for 39 years. Without lip reading, she doesn't know what I'm saying to her. Heal this woman. Restore her hearing. I hate those devils of deafness. I hate those devils of deafness, and I cast them out now. I command this hearing to be restored. To be restored now. How many clicks? Three. Say Jesus. Jesus. She's no longer lip reading. A miracle seems to have happened.
Let's go back to Sophie and find out a little more. Have I just really healed you of deafness? No. You are moderately deaf, but you're essentially hearing impaired. Yes. You can't really hear without your hearing aid if I face the other way. But all the clicks and everything you can hear anyway. Yeah. And you're not healed because, well, nothing has changed. Follow me around. Both of these major miracles are created by allowing the audience to be misled about the extent of someone's real condition, then presenting things they can already do as evidence of change, when actually they're just the same as they were before. Verkeerde exegese, suggestie, dringend gebed, waarbij mensen niet meer in staat zijn om kritisch naar zichzelf te kijken. Een zaal vol met een sfeer die bevorderlijk is voor manipulatie, geeft dat toe. De sprekers daar. Die mogelijkheid bestaat. Ze geven toe dat je kritisch moet kijken naar het wonder van de genezingen. Dat je een jaar later moet vragen of de genezing nog steeds aanwezig is. Of het blijvend was. Dan pas hebben we met een echt nieuwtestamentisch wonder te maken. Wat is die verkeerde exegese? Dat is aannemen dat alles wat tot de discipelen in het Nieuwe Testament gezegd is, onverkort ook op ons van toepassing is. Dat heeft tot wonderlijke zaken geleid. Matthäus 16. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Waarom mag dit niet worden toegepast op ons? Er staat toch wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In vers 20, maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het woord, dat is het woord van hun prediking, door de tekenen die erop volgden. De tekenen zijn een teken voor de ongelovigen, een bevestiging in de tijd dat er nog geen Nieuw Testament is, van de waarheid van wat de discipelen hier hebben doorgegeven. Het is immers de opdracht in vers 15. Ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Maar nog belangrijker, iedereen is het erover eens dat dit slot van het Marcus-evangelie in het geheel niet in de Bijbel thuis hoort. De belangrijkste getuigen van het Nieuwe Testament bevatten dit gedeelte dan ook in het geheel niet. En de opdracht die gegeven wordt in Matthäus 28, de zendingsopdracht, bevat helemaal niets van deze wonderlijke zaken. Het lijkt waarschijnlijker te zijn dat het slot van Marcus 16 door een hele vroege sekte binnen het christendom in de Bijbel is opgenomen. Maar zelfs als die opdracht wel zou gelden, dan zullen we moeten kijken
naar de betekenis van de nieuwtestamentische wonderen. Doven worden genezen, blinden worden genezen, zelfs blindgeborenen krijgen hun gezicht weer terug. Er is geen sprake van dat de moderne praktijken van genezing ook maar in de buurt komen hiervan. Wat we net gehoord hebben, de genezing van een dove vrouw, blijkt een truc te zijn. Speciaal uitgevoerd om ons te laten zien hoe makkelijk het is om mensen op dat vlak te manipuleren en te suggereren dat er een groot wonder heeft plaatsgevonden. Wat is er aan de hand? Door eerst de aandoening te overdrijven, wordt de indruk gewekt dat de vrouw geheel en al doof is. Dat wordt gedemonstreerd door het getal 27 uit te spreken met de rug naar de vrouw toegekeerd. Ze blijkt inderdaad dan die woorden niet te kunnen verstaan. Vervolgens komt er het bijzondere optreden, het beetpakken van het hoofd, of een gebed uitspreken met veel nadruk, of met autoriteit beweren dat in de naam van Jezus de ziekte moet verdwijnen. Dat doet behoorlijk denken aan het Nieuwe Testament en dat maakt dus indruk. Vervolgens krijgt de vrouw 3 klikken te horen en wordt er gevraagd hoe vaak ze die klik gehoord heeft. Ze blijkt dat te kunnen horen. Ze zegt 3. Dan schreeuwt hij het woord Jezus in haar oren. Ook dat blijkt ze te kunnen horen. En ze reageert door het woord Jezus te herhalen. Is ze nu genezen? Wij als naïeve toeschouwers in de zaal denken er is een wonder gebeurd. Ze heeft het getal 27 niet kunnen horen. Ze is aangewezen op liplezen. Ze is naar haar eigen zeggen doof. En de indruk is gewekt geheel en al doof. Dan is het een wonder dat ze die 3 kliks kan horen en dat ze de naam Jezus kan herhalen. Maar dan blijkt later dat ze maar gedeeltelijk doof is. En dat juist die klikgeluiden en woorden die vlak bij haar oor zijn uitgesproken, door haar prima kunnen worden verstaan. Zo worden we misleid. Martin Koonstra geneest een jongen van pijn in zijn knie. Pijn in de knie is geen zichtbare aandoening. We hebben geen idee hoe zwaar die pijn is, waar hij zit, of het verbonden is met een fysische dan wel een psychologische oorzaak. Maar een zaal met 100 mensen en het indringende gebed van Koornstra kan zo'n jongen ertoe brengen om te doen alsof hij genezen is. Hij wil immers het enthousiasme van degene die hem wil genezen niet verbreken. En hij biedt iets later, we hebben dat niet op de opname gehoord, hij biedt iets later nog aan, vrijwillig, dat hij met deze genezing zo ontzettend blij is, dat hij van voetbal is afgegaan vanwege zijn kniepijn, maar dat hij zich nu weer zal aanmelden voor het voetballen. De zaal juicht zo hard dat ik dat niet heb kunnen laten horen. Een jankend gehuil is het bijna op de opname gemaakt met een mobiele telefoon. Het zijn voorbeelden van genezingen die niet controleerbaar zijn. Maar hoe zit het dan met de genezing van de man die spierdystrofie heeft? Spierdystrofie is een ziekte, een aandoening die vaak voorkomt nadat iemand een traumatisch ongeval heeft meegemaakt. In de medische literatuur wordt over het algemeen in Nederland een behandelwijze aangeraden waarin de pijn zoveel mogelijk wordt vermeden. Dat houdt in, zo zegt men, dat het lichaamsdeel waaraan de meeste pijn voorkomt uit het lichaamsschema wordt verwijderd. Dat wil zeggen, iemand gaat zijn knie ontzien of zijn elleboog ontzien, probeert zoveel mogelijk die knie en die elleboog niet te belasten. Wat blijkt nu? Dat een betere geneeswijze van spierdystrofie kan plaatsvinden juist door de pijnbarrière heen te breken.
onderzoek in Medisch Contact gepubliceerd blijkt dat bij aandoeningen pijn, stijfheid, maar ook infecties, chronisch oedeem bijvoorbeeld, die allemaal voorkomen bij de behandeling van spierdystrofie, ertoe leiden dat men nog sterker deze benadering kiest. Dus het aangetaste lichaamsdeel zoveel mogelijk tracht te vermijden. In Macedonië was er een mevrouw, een arts, die een aantal patiënten behandelde die in Nederland waren uitbehandeld, die spierdystrofie hadden. Een groep van 12 mensen werd daarbij onderzocht, de diagnose werd vastgesteld en het bleek dat na de behandeling in Macedonië 4 patiënten volledig waren hersteld, 7 gedeeltelijk en 1 in het geheel niet. Hoe ging dat? Bij die behandeling werd eerst precies gekeken waar de zenuwpijn vandaan kwam. Waar zit de pijn? Vervolgens werd naar weerstanden en pijnlijke plaatsen gezocht in het lichaam. En daarna werd de plek waar de lesie zat, waar de pijn vandaan kwam, gefixeerd en zwaar doorbewogen, gemanipuleerd. En de hevige pijn die daardoor ontstaat, werd genegeerd. Net zo lang tot er zoiets gebeurde als een klik. En vervolgens was er de opdracht om het aangedane lichaamsdeel te gaan bewegen. Het wonderlijke was dat bij deze behandeling de spierdystrofie leek verdwenen te zijn. De pijn was meteen minder acuut. Het gevoel en de temperatuur van het aangedane lichaamsdeel veranderden heel vaak. En er werd aangeraden om geen aangepast groeisel of krukken en andere hulpmiddelen te gebruiken. Na een jaar bleek dat deze patiënten blijvend baat hadden van deze bijzondere behandeling. Zo is het niet uit te sluiten dat de man in het voorbeeld met spierdystrofie door het bidden om hem heen en de bijzondere sfeer en omstandigheden met een kleinzoon aanwezig van wie hij kon vermoeden dat het prachtig zou zijn om te kunnen genezen in zijn nabijheid, ertoe komt om door zijn pijn heen rechtop te gaan staan. Met 2 man om hem heen wordt hij vervolgens ertoe gebracht om te gaan lopen. En ik denk dat hij op dat moment precies gedaan heeft, het forceren namelijk van het aangedane lichaamsdeel, wat in de Macedonische behandeling voor spierdystrofie is voorgeschreven. Er wordt te snel gejubeld dat het om wonderen gaat. Wonderen zijn in het Nieuwe Testament in de eerste plaats altijd volkomen succesvol. Ze zijn onmiddellijk, ze zijn blijvend. Ze zijn ook onontkenbaar. Het gaat om wonderen van aangeboren blindheid bijvoorbeeld, of volstrekte doofheid, of een wonder waarbij een verlamde de beschikking weer krijgt over zijn lichaamsdelen. Het is voor de omstanders perfect duidelijk dat dit alleen maar een bovennatuurlijk mirakel kan zijn. Heel anders bij kniepijn die moeilijk valt in te schatten en die niet zichtbaar is. Maar in de tweede plaats zijn de tekenen in het Nieuwe Testament altijd een bevestiging van de verkondiging van Gods woord. De genezingen in het Nieuwe Testament zijn een bron van authenticatie, van bevestiging van een waarachtige boodschap. Die boodschap is in het geval van Martin Koornstra, het evangelie, dat weliswaar de zonden vergeven zijn op het kruis of door het werk aan het kruis, maar dat het bij Gods plan hoorde om ons allemaal een perfecte gezondheid te geven. Dat strookt niet met de gedachte dat ware gelovigen kunnen ontdekken dat ze niet genezen. Het wordt ruidelijk toegegeven dat dat een probleem is. Maar het probleem ligt niet daarin dat het onbegrijpelijk is dat velen niet genezen. Het probleem ligt daarin dat het onbegrijpelijk is om te claimen dat God eigenlijk allen zou willen genezen. Genezingen in het Nieuwe Testament, hoewel ze heel vaak voorkomen,
zijn altijd een teken van de bijzondere aanwezigheid van de Heer Jezus geweest. Een juiste visie op wat heling is, is dan ook van het grootste belang. Zeker, het Nieuwe Testament geeft ons de opdracht om te bidden voor hen die ziek zijn en lijden. Maar dan is het uiteindelijk God zelf die daarop kan antwoorden, maar daartoe geenszins verplicht is. De gaven in het Nieuwe Testament, gaven van genezing, waren bedoeld om kracht bij te zetten aan de autoriteit van degene die daartoe een bijzondere opdracht hadden ontvangen. Ten slotte, er wordt veel gewezen op de brief van Jacobus. Jacobus 5 schijnt te zeggen dat er een bijzondere taak is voor de oudsten om hier genezing te brengen. Maar we hebben hier te maken met een heel bijzondere vertaaltraditie, een vertaalfout zelfs. Jacobus 5 vers 14 zegt: is iemand onder u ziek? Maar ziek zijn en verzwakt zijn, in morele zin, worden door hetzelfde woord in het Nieuwe Testament uitgedrukt. Het kan net zo goed vertaald worden met: is iemand onder u moreel verzwakt? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden. Bidden niet om genezing, maar om herstel, om moreel herstel. Vers 15: en het gelovige gebed zal de zieke behouden. Maar het woord behouden wordt nooit gebruikt voor genezing. Het woord behouden, wat hier gebruikt wordt, wordt altijd gebruikt voor redding uit morele nood, redding van zonde en schuld. Het gelovige gebed zal de zwakke, de moreel zwakke, behouden. En de Heere zal hem weer oprichten. En wanneer hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Dat ligt in diezelfde lijn. Vandaar ook vers 16. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, dat wil zeggen om vergeving, opdat u gezond, dat wil zeggen weer krachtig in het geloof wordt. Een krachtig gebed van één rechtvaardige brengt veel tot stand. Het gaat hier niet om de genezing van ziekte, om de genezing van spierdystrofie of van pijn in de knieën of van doofheid. Het gaat om een sfeer van het leven die bij deze gebedsgenezers volledig onder de mat wordt geveegd. En dat is de sfeer van onze morele verhouding tot God. Het gaat om onze gehoorzaamheid aan Gods gebod om het leven en wandelen met Hem. Het gaat volstrekt niet alleen maar om ons gezondheid, ons welzijn, ons financiële gezondheid. Dat is de grote ketterij van het welvaartsevangelie, van de charismatische vermenging met dat welvaartsevangelie, zoals dat nu in de evangelische gemeenten een enorme rol is gaan spelen. Het is een ketterij. Het is tot oneer van Christus en tot oneer van de Heilige Geest.